Annette, en dan is het de 50ste editie. Ja, dat klopt, de 50ste editie. Dat is heel veel, hè? Het is niet 50 jaar, want de vereniging bestaat natuurlijk al veel langer dan 50 jaar, maar het is wel de 50ste editie. Maar je moet je voorstellen dat de allereerste editie, die is eigenlijk een editie geweest tussen Balkbrug en Dedemsvaart. En zo is die eigenlijk jarenlang geweest, en totdat de belangstelling wat afliep. En toen hebben ze het wat breder getrokken met verenigingen langs de vaart. Nou, en dan moet je je voorstellen, dat heeft dan weer een paar jaar geduurd. En uiteindelijk zijn we in de Citadel beland. Ja, we zijn hier dus nu, waar we toen begonnen met 30 mensen, hebben we nu de afgelopen jaren een deelnameveld van 205 deelnemers. Meer kunnen wij ook niet bergen. Hè? Dus de zaal is niet groter. Maar we hebben hier 49 tafels staan en 205 deelnemers. Dus het is weer volle bak. Wat ik nog wel even wil benadrukken is, zo'n dag komt niet vanzelf. He, dat vergt heel veel energie en kost heel veel tijd en heel veel dingen organiseren. En er zijn met name twee mensen, Aiko en Annemarie, die zich daar het hele jaar heel erg druk mee bezig zijn. En ja, ik vind het altijd weer een prestatie als ik dan zie van joh, het staat er allemaal weer. En je bent al een jaar lang wel bezig met het voorbereiden van één dag, hele dag tafeltennissen. Gisteravond hebben we met bijna 15 man de zaal ook ingericht. Dan heb ik de jongens van het transport nog niet eens genoemd, zeg maar, die op en neer moeten om alle spullen hier te krijgen. En nou ja, ook de dames van de kantine, dat is ook allemaal vanuit de vereniging geregeld met twee hulpers van de Citadel zelf. Dus nou ja, even een dag tafeltennissen, dat is wat sommigen niet bedenken wat er allemaal achter zit, zeg maar, wat er geregeld moet worden. Onze hoofdsponsor Bos Bedden uit Nieuw-Leusen. Die heeft ons dit jaar in het sponsorcontract 30 nieuwe speelveldafzettingen afgesproken. En ze staan achter mij en daar zijn we super trots op. Dit is een hele mooie samenwerking geweest tussen Bos Bedden, onze vereniging, maar ook met Bergslot. Want Bergslot heeft de afzettingen gemaakt. Het is ook echt een feestelijke dag, hè? Want ik begrijp dat als de deelnemers klaar zijn vanmiddag, dan gaan jullie barbecue om. Ja, dat heb je goed begrepen. Ja, dan gaan we barbecuen. 200 man, op z'n gezellig aan de barbecue. Koken is mijn passie, dus nou ja, voor 200 man kan dat dan ook wel. Je gaat zelfs een stukje vlees omdraaien. Ja, dat gaan we zelf doen. Ja, dat gaan we zelf bakken. En dat wordt een mooie klus. Maar we hebben ook iedereen een bidon meegegeven met het logo van de tafeltennis. En ja, dat is gewoon een leuk aandenken voor vandaag. Op naar de volgende 50. Boe, ja, gaan we doen. Ja, doen we. Oh, ja. Toch een fanatiek spelletje, tafeltennis. Ja, echt heel fanatiek. Veel plezier. Ja, ja. Komt allemaal goed. Ja, maar hoe lang spelen jullie al? Bij 35 jaar ongeveer. Minimaal. Ja, zo ongeveer. Ja. Altijd met veel plezier. Ja, tuurlijk, veel plezier. Ja. Het is verslavend. Wij blij, vrouw blij. Ja. Mooi een dagje uit. Ja, helemaal goed, hè. Leuk. Veel plezier. Leuk toernooi, dankjewel.